Het kietseizoen is nog maar moeilijk heen. Afke Kuipers en dan besluist om te stoppen. Waarom? Nou, dat is een combinatie van factoren. Ik haal een drukke baan en dat vind ik lastig te combineren met het kietsen. Je bent toch elke week al bij jouw paard wat keer gemiddeld. En je moet er een soort van litten, een soort trainen. En dat is voor mij een van de punten dat ik zeg, ik stap er mooi. Daarnaast is het bij mij, ik heb op dit moment geen patoer. En ik heb wel zacht voor de tweede cyclus om naar je maten. Maar echt een goed patoer voor de top van de hoofdklasse zit er helaas net in. En daar baal ik wel behoorlijk van. Maar dat is de keuze van de oren. En voor mij is het de keuze dan om te stappen. Heeft een groot succes gewoon het PC winnen. En wie is het een van de eerste die het echt in het team keertste? Heeft het al een troebraak binnen het keertse maken? Nou, ik vind wel dat ik bepaalde punten omsnijd. Inderdaad, het keertse in Fjouwertal. Dat wie een hele skok om het zo te zeggen voor de meeste in de keertswereld. De hege bal vind ik zelf erin gebracht. En het skeven opslaan ben ik bij de vrouw en ik maar begon. Dus wat dat betreft, kies om je weer om te denken. Wat zou je missen? Nou, ik zie vooral het speeltje zelf missen. Het sociale aspect. Ik ben gewoon liefhebber van het speeltje. En alsnog, ik baal er wel van. Maar ik ben blij dat de keuze maken is. Dan wordt de keuze op een gegeven moment. Ik zou eigenlijk wel een beetje injoen, daarmee, als ik geen patoer meer krijg is. Nou, het is voor mij het is alles of niks. Ik ging net elk weekend. Ik wil wel op een hoofdklasse stemmen, maar dan wil ik zeker weten dat ik kans maak op een prijs. En als ik daar van mezelf net wist van ben, maar een goed patoer, dan is voor mij, dan ging ik net elk weekend twakke keertsen en de zoveel van litten.